talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you. Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe video van mij. Ja, zoals jullie kunnen zeggen. Zoals jullie kunnen zien, bedoel ik, lig ik op de bank. Ben ik slap, moe, suf en heb ik pijn. Want ik zou jullie nog eventjes vertellen wat ik heb laten doen. En velen van jullie zullen vast zeggen, wat een onzin en waarom heb je dat laten doen? Maar ik wilde mijn billen iets groter en wat strakker. Dus dat heb ik laten doen. Alleen dacht ik dat het wel iets minder pijn zou doen. Maar het gevoel wat ik nu voel in mijn billen en in mijn benen is heftig. En ja, gisteren kwam ik terug vanuit het ziekenhuis of vanuit de kliniek. En ik kwam thuis en ik kon gisteren gewoon echt niks filmen. Want ik was heel erg misselijk en duizelig van de narcose. En ben ik eigenlijk op tijd gaan slapen. Nu had ik dus gisteren wat minder pijn omdat de verdoving er nog heel erg in zat. En nu vandaag voel ik me echt heel slap. En ik heb ook medicijnen meegekregen waardoor ik ook bij eentje heel erg suf word. Dus die ga ik proberen niet meer in te nemen. Alleen ja, de pijn is natuurlijk ook niet echt fijn. Ja, dit wordt ook waarschijnlijk een hele saaie vlog. Want ik mag zeker 4 dagen niet veel doen. Dus dat is af en toe een rondje lopen en verder is er heel veel uitrusten. Dus ja, ik lig al de hele dag op de bank. Ik heb net geslapen met mijn snoep. En ben ik nu ADO Den Haag PSV aan het kijken. Dat is wel even leuk. Dan heb ik tenminste afleiding. Ja, ik had namelijk al best veel reacties gekregen onder mijn andere video. Dat mensen het echt onzin vinden wat ik allemaal aan mezelf laat doen. Ik wil gewoon even zeggen dat ik er wel heel erg blij mee ben. Anders zou ik het ook niet doen. En ik denk dat ik het jullie in deze video ook wel een klein beetje ga laten zien. Hoe het is geworden. Want met het eindresultaat ben ik wel echt heel blij. Dus wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, om maar zo te zeggen. Ja, dus ik denk dat ik vandaag ook niet veel meer ga filmen. Ik ga kijken zoals jullie kunnen zien. ADO nu afkijken. En dan komt Cher straks terug met eten. Dan ga ik eten. En dan ga ik slapen. Top. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag 3 dagen verder. Ik heb gisteren niet echt veel gefilmd. Want ik had er gewoon echt geen kracht voor. Ja. Ik ben ook echt buiten adem van het lopen. Maar ik had jullie ook nog eventjes beloofd om het een beetje te gaan laten zien. En ja, in deze broek is het eigenlijk een beetje moeilijk. Maar dit is even een broek die ik heel makkelijk aan kan. Want deze is echt veel te groot. Maar ja, ik ga het jullie morgen denk ik nog eventjes wat beter laten zien. Maar ja, kijk, zoals jullie kunnen zien is het behoorlijk een stukje groter. En oh, ik ga even zo filmen. Ik ben echt de hele tijd een soort van duizelig. Ik loop ook echt sloom nu. Blah. Ik heb net een banaan op, maar ja. Ik weet ook gewoon eventjes niet wat ik moet vertellen. Maar in ieder geval ga ik nu eventjes richting mijn moeder. Ga ik even daar zitten, want Cher is nog trainen. En dan ga ik, of in ieder geval daar ga ik niet zitten. Daar ga ik liggen, want ik kan nog niet zitten. Echt, ik ben zo blij als ik kan zitten. Maar in ieder geval, vandaag wordt dus weer een beetje een saaie dag. Mees die komt wel terug. Even kijken of die vanavond hier slaapt of bij mijn moeder. Want ik merk wel dat het elke dag echt beter gaat. Alleen de duizeligheid in mijn hoofd is nog een beetje vervelend. Maar ik hoop echt dat het morgen en overmorgen stukken beter gaat. En zondag moet ik weer voor controle, want dan gaan de pleisters eraf waar de hechtingen onder zitten. Dus ja, dat is het nu voor nu eventjes. En de kliniek waar ik geweest ben is bij Diana Gabriels. Voor de mensen die het wilden weten, daar heb ik het laten doen.
Oké, dan zien jullie mij later weer. Doei. Zo, daar ben ik weer. En ik heb vandaag alleen maar gelegen en niks gedaan. En Mason die is teruggekomen. Nu ben ik wel eventjes lekker spaghetti aan het maken, want ik ben het liggen echt helemaal zat. En ik heb nu even een broekje aan, dus ik denk dan kan ik het jullie eventjes wat beter laten zien. En ik heb echt gewoon een heel beurs en stijf gevoel. Dat is het nu. Kijk, ik kan het verder niet echt goed laten zien. Maar dit is het eindresultaat. Kijk, ik waggel echt als een eend. Kijk eens wie daar is. Ik heb twee in mijn auto. Mooi, schat. Kijk, het leek aan hierin. Kijk eens hierheen. Hi. Nee, kom op. Oh. Kijk, kan je even deze laten zien? Ja, heel mooi. Ja, kijk, deze erin. Echt prachtig. Ja, die zit erin. Ja. Ja. Kijk, en ondertussen gaan wij lekker spaghetti maken. En dat is dan weer deze dag. Super saai, maar het is niet anders. Oké. Okay. Ik heb weer allemaal lekkere producten binnengekregen van My Beauty. In principe niet echt nieuwe, maar wel nog steeds de producten die ik echt het allerlekkerst vind. Dus ik ga er weer eventjes eentje opbrengen. Want na die narcose kan mijn huid wel eventjes iets extra's gebruiken. En zoals jullie kunnen zien heb ik ook even een nieuw joggingpak aan. En die is van JD Sports. Kijk, en zo kan ik het jullie ook nog even wat beter laten zien. Ik heb nog even een broekje aan hieronder. Maar dit is dus het eindresultaat. Kijk. En voor degenen die het willen weten, ik heb 360 milliliter erin. Volgens mij als ik het goed zeg. 360. En dat is dus dit. Kijk, en mijn voorhoofd zit dan dus gewoon zo. Mijn benen zijn in principe ook nog wel hetzelfde. Alleen hier aan de zijkant is iets meer. Maar oké, dat is eventjes dat. Dit zijn de producten. En mijn favorieten zijn toch echt wel de shampoo en de conditioner. En de Pure Mask. Die ik nu ook weer ga doen. Dit is die zwarte die ik ook wel eens eerder heb gedaan. Die je er dan helemaal vanaf kan trekken. En de face gel die de dode huid los laat maken. Als ik het goed zeg. Ja. Bij al deze dingetjes heb ik ook weer een kortingscode. Die ga ik hieronder bij de omschrijving ga ik die voor jullie weer even opschrijven. Ik kan nog niet echt goed mijn haar wassen. Dat heb ik vanmorgen een beetje geprobeerd. Maar daar had ik nog even geen energie voor. En ik mag ook nog niet douchen tot en met zondag. Dus nu komt vrijdag Amanda eventjes mijn uitgroei verven. En dan ga ik gelijk deze shampoos gebruiken. Want je haar gaat hier echt van stralen. Oké, dan nu in ieder geval deze. Die ga ik nu opdoen. En dat ga ik jullie even laten zien. Jullie kunnen zien. Hij zit erop. Ik ga hem nu eventjes 20 minuten laten intrekken zodat hij straks weer lekker hard wordt. En dan daarna heerlijk mijn gezicht reinigen. En daarna lekker naar bedje toe. Dus dan zien jullie mij gelijk morgen weer. Ja. Dus kijk hieronder nog even bij de omschrijving. Dan geef ik de kortingscode weg voor deze geweldige maskers. Want ik meen, ze zijn echt een van mijn favorieten. Doei, tot morgen. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Vandaag zijn we bij dag 4. Als ik het goed zeg, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Ja, dag 4. En ik voel me echt al stukken beter. Ik heb nog steeds wel last met bukken en dat het heel erg stijf is. En dat ik niet echt kleding aan kan. En toevallig is het vandaag echt bloedheet. Dus ik nu gewoon dit aan heb. Maar dat maakt toch niet uit, want ik kan toch de deur niet uit. Ik kan niet autorijden nog en nog niet zitten op mijn kont. Dus wat gaan wij eens doen vandaag? Ik ga nu richting mijn moeder, want Mason die is daar. En Sherry moet even naar de fysio. Ja, dus ik ga gewoon weer chillen vandaag bij mijn moeder. Niet veel bijzonders doen. En ja, Sherry komt dan vanmiddag weer terug. En dan ga ik gewoon koken. Vanavond is voetbal op tv. En
That's my life. Ja. Dus het is niet anders. En kijk. Ik heb vandaag een beetje gedoucht. Want ik ben namelijk nog helemaal rood. Ik heb allemaal rood op mijn huid. Dus dat gaat er niet echt af. Kijk, ik laat jullie elke dag het een beetje zien. Het is gewoon... Dat is het. Oké, ik ga lekker van het weer genieten. Ik ben weer thuis. Alleen al dat stukje van mijn moeder naar hier lopen is echt verschrikkelijk. Gewoon, het is zo beurs. En ik heb weer eventjes dit joggingpak aan. Want ik moet echt volgende week, wanneer ik weer auto kan rijden en de deur uit kan, nieuwe broeken gaan halen. Want het heeft echt ruimte nodig hier aan de achterkant. Maar in ieder geval, Mason die ligt in bed bij mijn ouders nu. Want die moet morgen naar school en ik mag nog steeds geen auto rijden. Dus die heb ik even lekker daar in bed gelegd. En Geraldo die is hier echt met een paar minuten. En die heeft lekker Surinaams meegenomen. Dus dan gaan wij lekker eten. En we gaan voetbal kijken. Ik schrik me rot. Oh, en ik heb het ook echt heel erg warm. En ik hoop niet dat ik koorts krijg, want dat is niet goed. En ik zal het jullie nog één keer laten zien. That's the ass. Ja. Oké. Nu is het weer klaar. Oké, ik ga gelijk mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, want hij was nogal saai. Sorry daarvoor. En ik hoop wel een beetje op leuke reacties. Ik weet dat heel veel mensen het onzin vinden wat ik gedaan heb. Maar gelukkig ben ik er zelf heel erg blij mee. En vind ik het wel heel erg mooi. Dus dan zien jullie mij, ja, ik denk na het weekend weer. Maar ja, dat zullen ook niet veel boeiende beelden worden. Maar ik hoop dat er nog iets leuks tussendoor komt. Dus dat gaan we dan wel weer zien. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan had. Veel duimpjes omhoog. En dan zien jullie mij volgende week. Doei!